Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. Een Koetshuis special. We praten over zorg. Zorg, dat is een mooi thema. Maar er is van alles aan de hand. Twee gasten die daar alles over kunnen vertellen vanuit hun eigen discipline. Jozan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland. En Herman Zuidendorp, directeur-bestuurder van woningcoöperatie SCW. Van harte welkom. Dank je. De zorg. Er is heel wat aan de hand. Jozan, ook de provincie speelt daar een rol in. Zeker, al is het een afgeleide rol, want de zorg gaat nu van het Rijk naar de gemeente. Dus de gemeenten krijgen een veel grotere zorgtaak. Maar op een heleboel terreinen heeft de provincie daar ook mee te maken. Want bijvoorbeeld wonen, wat ook in mijn portefeuille zit, is heel direct verbonden met zorgthema's en met welzijnsthema's en met leefbaarheid in een gemeente of in een kern. Nou, het toverwoord, hè, wat men roept, is de zelfredzaamheid van die maatschappij. Mensen langer dus thuis laten wonen. En daar hebben we natuurlijk ook meteen een raakvlak, Herman, met jou. Uh-huh. Als bestuurder, directeur van een woningcoöperatie. Hoe ervaar je dat zelf? Nou ja, op zich is die participatiesamenleving natuurlijk helemaal niks mis mee. Hè? Dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Meer moeten kijken wat goed voor henzelf is en wat ze zelf kunnen regelen voor elkaar. Maar aan de andere kant moeten we ook uitkijken dat we dingen die we hebben, en zeker voor kwetsbare groepen, dat je wel voorzieningen houdt om mensen te helpen. Dat je een professioneel achtervang hebt van als mensen een probleem hebben. Dat je kan coachen, dat je kan begeleiden, dat mensen weer verder kunnen. Als je dat niet organiseert, en dat heeft met wonen te maken, maar dat heeft ook met zorg te maken en met welzijn. Als je dat niet organiseert op een overzichtelijk niveau, het niveau van de wijk, dan ben ik bang dat die participatiesamenleving het niet gaat worden. Want dan voelen mensen zich op een gegeven moment een beetje in de steek gelaten als je dat niet goed organiseert. En daarmee dat zij het succes of de kansrijkheid om mee te doen in onze samenleving en die zelfredzaamheid die we belangrijk vinden, dat we die doelstelling niet gaan halen met elkaar. Jozan, wil je daarop reageren? Nou ja, ik ben het met Herman eens dat het heel belangrijk is om die afstemming goed te organiseren. En vanuit de provincie zien wij een paar dingen daarin. Wij zijn terechtgekomen in een veranderde samenleving, in een veranderde maatschappij. En die maatschappij die bestaat uit een heleboel partners. Waar vroeger iedereen zijn eigen ding deed, zie je dat nu in netwerken mensen samen gaan werken. En dat vind ik ook een heel goede zaak. Want daarmee kun je vanuit je eigen expertise, en de kennis, je eigen kennis, anderen opzoeken die hun eigen kennis hebben. En daarmee kun je dus een netwerk bouwen waarmee je rondom bijvoorbeeld een kern van een gemeente of bijvoorbeeld een wijk of bijvoorbeeld de mensen in die wijk, het hangt maar net af van de doelstelling die je hebt, kun je dingen gaan organiseren met elkaar. En dan is het dus heel belangrijk dat je elkaar weet te vinden. Dat is één ding, uh-huh, die ik als vanuit de provincie wil zeggen. Het andere is dat wij zien dat de tijd van bouwen voorbij is. En dat de wijken die er nu zijn, dat zijn de wijken waar we het van moeten hebben. Eigenlijk mee moeten doen. Uh-huh. Ja. Als je bedenkt dat zo'n 90% van wat we nodig hebben aan bebouwing, aan woningen en zo, er staat. En op een andere terreinen zien we al heel veel overschot zelfs. Dus bijvoorbeeld kantoren en verzorgingshuizen, ja, die komen allemaal leeg. Ja, ja. Dus dan moet je gaan kijken, zijn nou die woningen die we nu hebben, zijn dat de goede woningen en op de goede plaats voor de ontwikkelingen die we in de toekomst zien? En dan constateren wij dat dat niet overal, dat het eigenlijk bijna nergens helemaal het geval is. Dus daar moeten we aan werken. Daar moeten we met z'n allen aan werken. En dat is ook precies iets wat wij als provincie oppakken en stimuleren. Maar kan een woningcoöperatie daar een rol in spelen? Niet alleen kan. Daar heeft een corporatie, daar hebben alle corporaties een grote rol in, zeker. Maar goed, nou hebben we een punt. Want in de woningcoöperatie 2.0, laten we het zo maar even zeggen, hè, wat minister Blok zegt, dat mogen ze zo duidelijk niet meer. Jawel, want corporaties die hebben hun taken en dat moeten ze ook vooral doen. Ze bouwen woningen, ze beheren woningen en ze zorgen voor woningen, hè, dat is ook beheren. Kijk, ik ben op dit moment met alle corporaties in Gelderland bezig met grote projecten om woningen te verbeteren. Daar geven wij provinciaal geld voor. En de corporaties die verbeteren hun woningbezit. Klopt. Nou, die corporaties hebben daar een heel belangrijke rol. En die corporaties hebben nog een andere rol. Die kennen die wijken heel erg goed. Die kennen hun eigen bezit en die kennen de wijken. Dus in dat netwerk, als we dan een stapje verder gaan, sorry dat ik je onderbreek. Ja? We kijken bijvoorbeeld naar een mooi project hier in Tiel, de Vier Gravinnen. Ja. Zorg, wonen, alles eigenlijk bij elkaar gecentreerd.
in die woningcoöperatie 2.0, laten we het zo maar even noemen, kan dat niet meer zo op die manier plaatsvinden. Nee, en dat vind ik ook jammer, dat het zo rigide wordt ingevuld. Ik vind wel dat we heel goed moeten kijken wie doet nou wat en wie is waar goed in. En dat je dan de partijen bij elkaar brengt. En als je nu een viergravinnen zou bouwen, dan zou je wat mij betreft moeten kijken of er een ontwikkelaar is die mee wil werken en die een deel van dat complex voor zijn rekening wil nemen. Misschien is dat wel zo. Herman, jij kunt daarop reageren vanuit de praktijk. Dat is ook zo. We zullen nooit meer een gebouw als de Viergravinnen op dit niveau bouwen. Daar dat is geen behoefte zo meer aan. En dat is niet meer nodig. De Viergravinnen is er. Die voldoet aan alle eisen en normen, hè, in het kader van die participatiesamenleving. Mensen wonen daar zelfstandig. Hebben allerlei achtervangvoorzieningen. Zeker voor kwetsbare groepen. We hebben daar een welzijnsvoorziening in Hettigpoort. We hebben een sociaal restaurant waar mensen eten die thuis zelf niet kunnen koken. Voorkomt sociaal isolement. Dus in dat zin kunnen wij als corporaties binnen het gebouw waar mensen zelfstandig wonen, die vangnetten organiseren. Maar dat moeten we wel met elkaar in stand houden. Hè? Want we moeten ervoor zorgen dat niet door allerlei bezuinigingen, om financiële redenen, we niet nu geen achtervangvoorzieningen gaan sluiten, om bezuinigingsredenen, waarvan we al weten, als dat soort achtervangvoorzieningen er niet meer zouden zijn, dat mensen, kwetsbare mensen, in isolement terechtkomen, wellicht gezondheidsproblemen krijgen. En daar moeten we dan gaan corrigeren en repareren. Ja, en dan weten we ook met elkaar dat dat veel meer geld gaat kosten dan nu een goede achtervangvoorziening in stand te houden. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen, van wat dan mis zou kunnen gaan? Nou, een voorbeeld zou kunnen zijn, want in de Viergravinnen wonen natuurlijk ook mensen met een bepaalde beperking, die heel goed zelfstandig kunnen wonen, wel begeleiding nodig hebben, niet voldoende middelen hebben, die thuis niet kunnen koken. Dat is een beperking. Het restaurant, daar eten ze dan, hebben ze hun contacten. Als dat wegvalt, ja, dan zouden we bijvoorbeeld naar een restaurant in de stad moeten. Dat kan dus niet. Dus dan moet er naar een driepjes maaltijd gehaald worden en thuis dat klaarmaken en eten. En dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn voor mensen die dat nodig hebben, dat niet meer aan de orde zou kunnen zijn. Ja. En dan realiseer je dat er nogal wat problemen uit zou kunnen gaan bestaan. En juist op dat moment vind ik dat we moeten kijken met elkaar, hè, dat we de goede partners in zo'n project krijgen. En dat je kijkt, wie zou dat nou op kunnen doen? Hè? Wie zou kan de provincie daar een rol in spelen? Nou, de provincie speelt een rol in het samenbrengen van partijen, in het ontwikkelen van ideeën. Hè? Dus we proberen op verschillende plekken nieuwe dingen uit. En, kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, ik kan wel een voorbeeld noemen, want in Lochem heb ik kort geleden een boekje in ontvangst genomen van mantelzorgers die voor hun partner of voor hun ouders zorgen. Mensen met beginnende dementie of met verregaande dementie. En die partners die hebben hun bevindingen en hun tips voor anderen opgeschreven. Die zijn door een welzijnsorganisatie verzameld. Hebben dat op een hele goede manier gedaan. Hebben die ook als groep die mensen bij elkaar gebracht. Ze hebben die mensen onderling ook laten praten en ideeën uit laten wisselen. Nou, daar is nu een boekje van verschenen. Dus dat is het heet ook de schatkist. Maar het is een bron van informatie, een schatkist met informatie. En dat boekje is gewoon beschikbaar voor iedereen in de provincie. Dus dat kunnen wij uitdelen op andere plekken. Dat is een voorbeeld. Ja, dat is mooi. Ja. Je merkt aan alle, vanuit alle disciplines, van verschillende disciplines, vanuit verschillende standpunten, dat er van alles geprobeerd wordt. Hè? Allerlei proefballonnetjes. Hoe kun je dat nou het beste structureren? Ja, ik denk dat we dat met z'n allen het beste structureren in de samenwerking die wij nu aan het organiseren zijn, die er al voor een groot deel is trouwens, hoor. Want we zijn niet allemaal nieuwe dingen aan het doen. Maar we zijn vanuit, het is ook gevaarlijk, hè, dat we niet het nieuwe wiel met hetzelfde zijn. Zeker, wat al goed gaat, moet je vooral vasthouden. Hè? Ja. Wat wij op dit moment samen met alle regio's doen, is een woonagenda voor de toekomst maken. En in die woonagenda hebben gemeenten een plek en corporaties en zorginstellingen en welzijnsorganisaties en ontwikkelaars. Want ik wil daar ook nadrukkelijk de markt in de ondernemerszin bij betrekken. En dat kunnen bijvoorbeeld ook ontwikkelaars zijn van innovatieve dingen in een woning. Nou, die horen allemaal in die schil rond de woonagenda. Uh-huh. En in die woonagenda hebben we gekeken wat is er nou per regio of per aantal gemeenten nodig aan eventueel nog nieuwbouw, maar vooral verandering in de bestaande bouw. En wat moet je daar nou voor ontwikkelingen voor initiëren, voor starten? Ja, precies. Herman, als je het daarover hebt, hè, technische mogelijkheden die er zijn, ook in de toekomst. Ja. Wat is de rol dan van bijvoorbeeld een SCW? Nou, wat je nu ziet gebeuren, hè, we hebben het net al gezegd over die participatiesamenleving, dat mensen zelfredzaam moeten zijn.
Dus dat betekent dat je goed moet kijken hoe mensen op een verantwoorde manier ook langer zelfstandig thuis zouden moeten kunnen blijven wonen. Want iedereen weet nu dat je niet meer een indicatie krijgt, hè, een verzorgingshuisindicatie. Nee, je zult veel langer thuis moeten worden en je zorg thuis moeten organiseren. Je kunt daar gedeelte oplossen met domotica-achtige voorzieningen. Hè, dat mensen daarin inderdaad technologische middelen aangereikt krijgen om het leven makkelijker te maken en met een beperking ook langer thuis te kunnen wonen. Maar aan de andere kant is ook erg belangrijk dat we een signalering krijgen, een vroeg signalering van mensen van je ziet of waar je misschien nog niet van weet, maar waarvan je wel kan verwachten dat er een probleem gaat ontstaan. Dat we dat wel tijdig moeten signaleren met elkaar. Nou, wij komen wel met onze woonconsulenten, onze opzichters en de huismeesters komen wij heel snel achter de voordeur van mensen. Dus we kunnen vrij snel signaleren. Wat dat betreft zijn jullie eerste lijns, zullen we maar zeggen. In dat opzicht zijn we eerste lijns. En ik voel ook wel met Jozan mee dat je zegt, dat moet je wel goed organiseren. En welke partners heb je dan nodig met elkaar om zo'n signaal op een goede plek neer te krijgen. Ja. En dat er een verantwoorde opvolging ook georganiseerd wordt om mensen te helpen. En ik zou het heel erg belangrijk vinden dat we dat op kleinschalig niveau wijgericht dicht bij de mensen organiseren. Want dat is hartstikke hard nodig om die signalering te krijgen. Dat kun je niet altijd meer verwachten van je buren in een portiek of in een galerij. Dat kun je wel proberen te motiveren, maar het is lastig om dat te organiseren. Als mensen gaan dwalen, ja, dan moet je wel kijken hoe je dat organiseert. En je zou ergens een servicepunt moeten hebben waar mensen ook terecht kunnen of waar buren terecht kunnen met signaal van, goh, volgens mij gebeurt er nu iets wat. Het zou goed zijn als daar een professionele opvolging komt. Ja, dat vinden we erg belangrijk. Allerlei initiatieven, hè? Tiel is ook zo'n initiatief, dus een servicepunt zorg. Nou, dat zou ik een hele goede ontwikkeling vinden. Ik bedoel, de Vier Gevin is ooit bedoeld en heeft die functie ook in de wijk om een ontmoeting te organiseren. Dat daar ook inderdaad vanuit de zorg en de welzijn zo'n meldpunt is, waar het loket ook is, waar mensen met vragen terecht kunnen. En dat daar vanuit ook opvolging komt naar een organisatie of een persoon of misschien een buddy of een vrijwilliger die daar iets kan organiseren. Zo'n servicepunt zou daar inderdaad een stukje cement kunnen zijn binnen die bouwstenen om te voorkomen dat mensen in de problemen raken met alle consequenties van dien. En dat zou ik erg toejuichen als dat ook ondersteund zou worden vanuit de gemeente. De corporaties spelen daar een rol in, maar ook welzijn en zorg. En dat zouden we goed moeten organiseren om te voorkomen dat mensen in de problemen raken. En weer zeg maar in isolement raken en vereenzaming. Eén ding is heel belangrijk, dat is natuurlijk het geld, maar ook de structuur van organisatie. Merk jij in de praktijk dat je tegen regels aanloopt, oftewel dat het overberegeld is? Ja, de bedoeling is inderdaad dat wij in onze samenleving minder regeltjes gaan organiseren. Dat het allemaal sneller moet, wat makkelijker moet. Maar we zien eigenlijk het tegenovergestelde. Als je kijkt naar vanuit het wonen, naar wat Blok zich voorstelt, daar neem alleen maar de thema's rondom leefbaarheid. Wat wij als corporatie wel of niet meer zouden moeten doen. Ja, dan span je echt het paard achter de wagen. Wij vinden nog steeds, en velen met ons, dat wij als corporatie een hele goede bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in buurten en wijken. Blok heeft zoiets van, dat is niet meer aan corporatie, dat moet maar anders georganiseerd worden. Nou, ik hoop dat dat echt gaat veranderen, dat beeld, en dat we echt nog onze rol kunnen blijven spelen. Ik weet dat de gemeente en ik weet ook dat de provincie dat ook van belang vindt dat we die rol krijgen. En ik hoop dat we dat kunnen blijven doen, want als we dat als we dat kwijtraken en je weet dat de gemeente het niet kan, je weet dat bewoners die verantwoordelijkheid krijgen. Bij het cement van die samenleving. Ja, ik kijk daar toch iets genuanceerder tegenaan, hoor. Want ik vind inderdaad dat je als corporatie je werk heel goed moet kunnen doen en dat je die signalerende functie ook moet hebben. Daarnaast vind ik ook dat een corporatie signalerende werking kan hebben en dat een corporatie heel goed aan de bel kan trekken bij bijvoorbeeld een gemeente als ze zeggen, hier moet meer gebeuren dan wat wij alleen kunnen. Maar vervolgens vind ik dat je een netwerk moet organiseren rondom wat je wil bereiken, rondom je doel. Dus bijvoorbeeld als je zegt, wij willen in een wijk een zorgpunt organiseren, vind ik niet dat een corporatie dat moet gaan doen. Mag corporatie wel zeggen, maar dat is niet het werk van een corporatie. Ik denk dan dat bijvoorbeeld een gemeente of een groep van organisaties moet zeggen, daar gaan wij samenwerken en daar gaat iedereen zijn eigen kennis en kunde inbrengen. En samen gaan wij dit organiseren. Ja, en dan heeft de corporatie zijn eigen rol. Wie zou daar dan een trekkende verantwoordelijkheid moeten hebben? Wie zou daar, moet het woord maar regie, is een raar woord, want regie kun je op veel manieren uitleggen. Maar wie zou dan, om zoiets te organiseren, wie zou dan die verantwoordelijkheid moeten hebben
op dat wijkniveau. Hè? Want daar gebeurt het. In je buurt, in je wijk, daar gaan dingen gebeuren straks. En hoe leg je dan die verantwoordelijkheid? Want je zegt wel van, als netwerk moet je dat met elkaar doen. Maar iemand moet dan toch daar die verantwoordelijkheid nemen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik zie dat heel vaak de overheid degene is die dan de verantwoordelijkheid in het begin heeft en neemt. En dat is ook goed, want dan zet je iets nieuws op. Maar soms zie je al heel snel in een proces dat er een partner opstaat en zegt, maar dat kan ik nou goed gaan organiseren. Laat mij die kar maar trekken. Maar ik ben het wel met Herman eens dat het vaak de overheid is die die stap moet zetten. Nou projecteer ik het even jouw verhaal op Tiel. De SCW die vervult die rol hartstikke goed. Als je kijkt naar de vier Gravinnen, andere wijken die aangepakt worden. Moeten zij die rol dan in de toekomst niet meer hebben? Dat is eigenlijk wat je zegt. Ik vind inderdaad dat een corporatie zich zoveel mogelijk moet bezighouden met zijn eigen taken. En dat een corporatie wel degelijk een rol kan hebben, maar dat is dan wel in een bijzonder geval. Dat is als er geen andere partners zijn op dat moment. Of als je zegt, ja, dit is zo specifiek, nou net dit verhaal. Maar ik ben het wel met Blok eens dat we niet allemaal mekaars werk moeten gaan doen. Want uiteindelijk weet je dan niet meer wie waarvan is. Ja, goed. Dat Blok heeft zijn marktverhaal. Hè. Ik heb de opvatting over Blok zelf met zijn liberale standpunt. Ik vind dat hij daar veel te ver in gaat. En dat hij voorbij gaat aan de kwetsbaarheid van doelgroepen. En hoe je die vangnetten organiseert. En daar heb ik wel grote problemen mee. En ik vind dat je moet kijken van, natuurlijk hoeven wij die zorg niet te verlenen. Wij mogen geen zorgpunten meer organiseren. Je mag het wel nog in je plint van je gebouw, hè, dat mag dan wel. Maar wij mogen niet meer een gezondheidscentrum of iets dergelijks in de stad bouwen. Dat mogen wij niet meer. Wij mogen niet meer commercieel-achtige activiteiten, en dat doe je ook een beetje op, geen commercieel-achtige activiteiten meer organiseren. Bijvoorbeeld huurwoningen boven een bepaald huurprijs zouden wij niet meer mogen bouwen. Dan is de vraag van, moet je dat nou aan de markt overlaten? Nou, wij denken met elkaar dat die markt die vraag niet op gaat pakken. In principe vind ik het wel. In principe moet je het aan de markt overlaten. Maar als dat betekent dat niemand die handschoen oppakt en dat het bijvoorbeeld een wijk heel eenzijdig wordt ingericht, dan vind ik het een ander verhaal. Ja. En ik heb overigens net ook niet bedoeld te zeggen dat er geen kwetsbare groepen zijn die geen vangnet nodig zouden hebben. Want dat is wel het geval, hè? Ja. Absoluut wel. Nou, en ik hoop ook dat daar dat de middelen voor vrijkomen. Hè? Want ook in al die transities en de WMO, dat die rijksgelden komen naar de gemeente toe. Ja. Dan zou je ook moeten kijken van, als die middelen naar de gemeente komen, hoe gaat de gemeente dan met die verdeling van die gelden om? Ja, precies. Kijk, dat is wel belangrijk. De kijker van StadsTV die thuis zit, die hoort van transities. Er gaat van alles veranderen in die zorg, maar het blijft allemaal nog een beetje wollig. In die zin, wat verandert daar nou precies voor die mensen? Hè? Bijvoorbeeld, laat ik me bijvoorbeeld aanhalen, mijn eigen moeder. Ze is 81, heeft vervoer, mag een aantal kilometers rijden en dat wil ze graag blijven doen. Dat is haar dingetje, vindt ze prettig. En daarmee komt ze uit haar eigen huis. Hoe gaat dat dan lopen? Ja, hoe dat hier in Tiel gaat lopen, dat weet ik niet. In zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid wordt dat per gemeente georganiseerd vanaf januari. En dat is ook goed, want op die manier wordt het heel dicht bij de mensen zelf georganiseerd. En je hebt de gemeenteraad en je hebt een college van burgemeesters en wethouder die daarover gaan. En daarom is eigenlijk ook vindt die verandering plaats. Het wordt dus heel plaatselijk georganiseerd. Je kunt kijken waar hier behoefte aan is en je kunt het hier organiseren. En als inwoner zo heb gek je is rechtstreeks dat idee dus helemaal niet. Nee, het is niet zo gek. Het is zelfs helemaal niet gek. En als inwoner heb je rechtstreeks invloed erop, want je kent toch de gemeenteraad. Ja. Dus je kunt gewoon naar een raadslid toe gaan en zeggen, ja, hoe gaat dat dan hier? Ja, nou wel één ding wat geleerd heeft natuurlijk is, als het over zorg gaat en vanuit het Rijk uit gefinancierd, dat er heel veel schijven waren. En dat wordt nu meer geconcentreerd. Eén organisatie. Dat hoop ik, dat gemeenten dat heel goed gaan. Ja, zeker. Ja. En dat kan ook. En dat bespaart dus veel geld. En uiteindelijk zal die zorg, als het goed gedaan wordt, en daar zit natuurlijk de crux,
voor minder gebeuren. En dat is in ons alle belang, hè? Want wij betalen die zorg natuurlijk ook met z'n allen. Dat moet toch nog wel gebeuren, hè, man? Daar wil je reageren. Het is natuurlijk wel zo. Het gaat ook toch om efficiënt je middelen inzetten ten behoeve van de kwetsbare groepen, hè? Want daar hebben we het over eigenlijk. Mensen die zichzelf kunnen redden. Ja, die moeten het zelf redden en die moeten geen beroep meer kunnen doen op allerlei regelingen, vergoedingen en verstrekkingen. Daar zijn we het allemaal met elkaar eens. Ja. Juist die kwetsbare groepen, daar moet je goede voorzieningen voor treffen. Ik vind het belangrijk dat er op wijkniveau wijkgericht dat georganiseerd wordt. Dat de middelen die de gemeente krijgt van de Rijksoverheid, hoewel die budget natuurlijk beperkt zijn, dat ze wel goed kijken van... Wat hebben wij nu al in de stad? Hè? Wat functioneert nu al goed als achtervang? En dat je daar goed naar kijkt en niet maar zo kijkt naar allerlei nieuwe dingen en nieuwe dingen ontwikkelen. Hier in Tiel hoeft dat voor een groot gedeelte niet, want je hebt heel veel al in huis hier. De voorzieningen zijn er al, zeg je eigenlijk. Ja, en kijk dan naar je middelen, hoe je dan aan voorzieningen die goed functioneren en die ook passen in die participatiesamenleving om mensen zelf redzaam te zijn en het, toch een beetje dat ruggensteuntje te geven om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zelf langer in die samenleving actief te kunnen zijn, dat die middelen dan ook verdeeld worden naar die bestaande voorzieningen die al die functie hebben. Ja. En haal ze niet weg. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is eigenlijk dus jouw zorg, jullie zorg. Ja. Nou ja, behoud wat er is. Het is voor mij nog niet eens zozeer een zorg. Want ik denk dat we hele goede wethouders hebben zitten hier in Gelderland en ook in Tiel. En ik weet dat ze daar al enorm mee bezig zijn om dit te organiseren voor de komende periode. Ja. En natuurlijk moet je ook reëel zijn in zo'n periode van veranderingen. En die krijgen we in januari. Zal het best even zoeken worden. Want hoeveel je ook voorbereidt, er zijn altijd onverwachte situaties. Tuurlijk, hè? Maar dat zal zichzelf uitkristalliseren. Dat is nu ook zo, hè? Ja, dat gebeurt nu ook. Dat klopt. Als we het tot slot samenvatten, dan betekent het dus de koers is goed. Als die partners maar allemaal met elkaar in gesprek blijven. Ja. En dat er één duidelijke regiepartner is. Dat is het verhaal? Ja, en goed luisteren naar de vraag die er ligt in de samenleving. Hè. Maak duidelijke keuzes. Die samenleving is niet dom. Nee, die is niet dom. Maar ik vind dat bestuurders die daar iets aan moeten doen, wel goed moeten luisteren naar die vraag uit die samenleving. En kijken wat er behoefte aan is, kijken wat er bestaat. En daarop goed op organiseren. En als er nieuwe dingen nodig zijn, dat is ook belangrijk. Die moeten er ook komen. Maar goed kijken wat je hebt. Want dan, en als je daar dan op een goede manier mee omgaat, dan kun je het ook legitimeren en dan kun je het ook uitleggen. En dat blijft erg belangrijk om dat te blijven doen met elkaar. Natuurlijk is je samenwerking belangrijk, die netwerkgedachte, daar staan we allemaal achter. De partners die kijken ook naar hun eigen verantwoordelijkheden. We moeten geen verantwoordelijkheden voor elkaar overnemen. Logisch. Maar we moeten wel kijken met elkaar wie kan welke bijdrage leveren om juist de doelgroepen waar we het over hebben, die kwetsbare mens, vanuit het wonen, vanuit de zorg, vanuit het welzijn, maar ook vanuit de kwaliteit van voorziening in die woningen en die achtervang die je wijkgericht moet organiseren en ook moet financieren uit de middelen die je dat als gemeente beschikbaar hebt. Ja, dat is de grote uitdaging. En daar moeten we met elkaar keihard voor knokken om dat overeind te houden. En Josan, de rol van de provincie daarin? Die is partijen bij elkaar brengen, goede dingen samenbrengen, goede dingen bewaren en beschikbaar stellen aan iedereen. Hè. Dus en monitoren, neem ik aan? Monitoren tot op zekere hoogte. Want gemeenten worden verantwoordelijk. Hè. De provincie die gaat gemeenten helpen. Gaat gemeenten helpen om de goede dingen te doen. En wat ik erg belangrijk vind om aan te vullen op het verhaal van Herman, is dat we ook in vertrouwen met elkaar samenwerken. En dat we ook vertrouwen hebben in de inwoners waar we het voor doen. Want mensen hebben hele goede ideeën, zowel de inwoners als de mensen die voor die inwoners werken. En wij zijn soms ook geneigd om te denken dat wij het zelf heel goed weten. Ja, en maar dat zei ik al, de maatschappij is niet zo dom. Ik denk dus dat het inderdaad heel belangrijk is om te vertrouwen op elkaar en op elkaars goede bedoelingen. En dan komen we er, als we het op die manier samen doen. Nou, dat vond ik een heel mooi. Jij wilde nog iets... Mag ik één vraag stellen? Je gaf net aan, de provincie bezig met een woonagenda, hè? Ook een regionale woonagenda. Waar ik nieuwsgierig naar ben, van waar is nou dat vertrekpunt van de provincie om die woonagenda te maken? Gaan we eruit, want we kennen het kwalitatief woningprogramma, hè, wat nu nog is met allerlei woningaantallen, in de kwantitatieve zin, de aantallen zin. Waar komt dadelijk vanuit de provincie nou de accent te liggen? Meer op de kwaliteit of naar de toekomst toe, hè, vanuit leefstijlen en wat mensen nodig hebben aan kwaliteit in woningen?
En heeft dat consequenties voor die aantallen die in die programmering nu al genoemd zijn voor de komende periode, in ieder geval tot 2019 of daarna? Hoe kijkt de provincie daar tegenaan? Nou, heb je nog een half uur. Oh, dat is wel heel belangrijk. Korte samenvatting. Ja. Je bent zelf betrokken bij die woonagenda. Ja. De bedoeling van die woonagenda is dat we uitgaan van wat is er nou nodig in een gebied. En wat is er al, dus wat heb je nog nodig om toe te voegen. En dan zijn die aantallen een hulpmiddel om te komen tot het goede programma. Mm-hmm. Die aantallen die wil ik niet weglaten, want we moeten ophouden met denken dat nieuwbouw alles oplost. Dus we moeten heel erg kijken, wat hebben we al? Wat is daarvan geschikt of geschikt te maken? Kan allebei, hè? En daar moeten we vooral op focussen wat mij betreft. En dan moeten we ook op de goede plaatsen nog nieuwbouw doen. Maar dat is heel beperkt. En daarom zitten die aantallen er wel in. Om te zorgen dat we meer focussen op wat we al hebben en wat we nog goed moeten maken. En tegelijkertijd dat we focussen op de nieuwe dingen die we nog moeten. En dat we die ook nog op de goede plaats krijgen. Mm-hmm. En het ingewikkelde bij die nieuwe dingen, want daar doel jij ook op, hoeveel nieuw gaan we nog bouwen. Het is heel makkelijk om nieuw te bouwen en om te zorgen dat daar dan mensen in gaan wonen. Want meestal, als je een mooi nieuw project bouwt, dan komt dat wel vol. Maar als je te veel bouwt, komt er ergens anders leegstand. En dat willen we niet met elkaar, want dan krijg je in een wijk dat jij bijvoorbeeld je flats niet meer kan verhuren. Ja, dat schiet ook niet op. Dus we gaan heel goed kijken naar wat is er nog nodig, op welke plek. En dat willen we met elkaar organiseren. Ja. En dat betekent... kun je daarin vinden, Herman? Ja, het is nog wel in de ontwikkeling. Hè? We zijn nog met elkaar in gesprek. Die woonagenda moet nog komen. De denkwijze is helder. Ja, nou ja, ik ben het natuurlijk wel met die denkrichting eens. Dat je uit moet gaan van de behoeften. Je moet ook uitgaan van de huidige situatie, van de bestaande situatie. Dan te zien van wat staat er te doen. Want bouwen voor de leegstand, dat is natuurlijk ook niet aan de orde. Die woonagenda moet nog komen. Dus wat dat betreft zijn we met elkaar in gesprek. En we hopen daarin een verstandige keuze te maken. Zowel in kwantiteit, het aantal woningen, met de kwaliteiten die je nodig hebt. En dat zal de opgave worden vanuit de gemeenten. Want die hebben natuurlijk een belang bij. De bewoners in die dorpen en kernen en in Tiel hebben daar belang bij. En dan kijken van... En jullie. Hoe je, corporatie ook. Ja. Dat je moet toch aan je vraag, aan je doelgroepen... Kunt voldoen. Ja. En dat zal de opgave worden van welke doelgroepen hebben wat voor voorzieningen nodig, wat voor aantallen woningen nodig, welke kwaliteit hoort daarbij. Maar wel het vertrekpunt van de bestaande situatie. Dat zei ik net ook, voor zorg en welzijn wijkgericht. Ja. Maar dat geldt ook voor het aantal woningen wat je nodig hebt voor welke doelgroepen. Als dat het vertrekpunt is, met de denkrichting naar behoefte toe en daar kwaliteit op organiseren, ja, dan is die denkrichting, ben ik het daar wel mee eens. Goed, als ik het even mag samenvatten. Gesprekspartners moeten vooral met elkaar, zegt het al, in gesprek blijven en dan komen we er best wel uit. Ja, en graag ook actie, opvolging, niet alleen praten, maar ook doen. Met elkaar doen, op weg gaan met elkaar. Zeker. Is dat ook, Josan? Ja, zeker. We moeten goed praten met elkaar, je moet goed weten wat je wil en hoe je dat wil, maar vervolgens moet je niet te lang praten, moet je ook aan het werk met elkaar. Mag ik jullie danken voor het gesprek? Ja. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Het was een Koetshuis special rondom de zorg. In deze aflevering, in deze serie, komt er nog een aflevering. Graag tot dan.